Goedemorgen, welkom bij weer een nieuwe vlog. Welkom bij deze zondagmorgen nog net. Het is de dag waar we Logan zijn verjaardag vieren. Hij is van de week al 9 geworden, maar we vieren het dus vandaag. We doen dat meestal vanaf een uur of 2 voor familie enzovoorts. Dus we hebben een vrij relaxe ochtend waarin we lekker alles gaan opruimen en klaarzetten en alles. Zijn we ook al bijna, maar het was vanochtend best wel een late start. Zelfs voor ons doen waren we echt pas om 10:45 zo aan het eten. Want ik was pas om 9:30 is wakker. Want ik heb een vrij korte nacht gehad. En ik zei al vanochtend tegen Logan en Brooke, jullie moeten beter gaan communiceren met elkaar wie van jullie vannacht mama wakker maakt. Want allebei is echt te veel. Daar word ik gewoon te oud voor. Want ik had eerst Brooke. En toen lag ik eigenlijk nog niet helemaal te slapen. En jullie moeten even dan weten, Brooke is een sluipmoordenaar. Die hoor je eigenlijk niet. Die kan ook ergens heel stil zitten. En ik denk, oh shit. Ik heb een aantal keer gehad dat ik hem al nog televisie aan het kijken met 's avonds en dat de deur naar de gang open staat. En dat ik haar dus gewoon niet naar beneden hoor komen. En ze dan in één keer naast je staat zo. Nou, je gaat naar de grond. Zoiets hadden we gisteravond. Ik had mijn telefoon al uitgezet. Ik had het nachtkastje gelegd. En toen hoorde ik dus wel een slaapkamerdeur. En toen dacht ik, het is 11:30. Dus diegene die daar is, die komt naar mij. Want Pascal die is nog in de schuur aan drinken met een vriend. Dus die had gezegd, ik ben wat later thuis. Nou prima, ik was naar boven. Dus ik lag te wachten tot er een kindje de slaapkamer in kwam. En ik had een vermoeden dat het Brooke ging zijn. Omdat het dus na de overloop, de trap, onze gang, ik hoorde dus helemaal niks meer. En op een gegeven moment dacht ik, dit duurt wel heel erg lang. Misschien is ze doorgelopen naar beneden. Want ik laat wel dingen dan aan voor Pascal. Dus het gang ligt op de overloop bij mijn slaapkamer, zeg maar. Het ligt heel erg gedimd in de eetkamer en dan altijd één lampje hier in de keuken. Want Pascal doet ze dan hier. Zodat hij in principe geen lampen aan hoeft te doen, maar de honden ook niet wakker blijven of wie dan ook. Dat iedereen door heeft, maar het is eigenlijk slaapstand. En ik ben dus blijkbaar zelf weer in slaap gevallen, ondanks dat ik lag te wachten met mijn nachtlicht aan. Tot er een kindje zou komen. En ik word in één keer wakker van een gil. En toen was Pascal dus thuis gekomen. Maar die komt dus zeg maar in een vrij donkere gang beneden. Die loopt dan de eetkamer in het schemerig is. En daar zat Brooke dus. Als een soort van standbeeld in een stoel. Nou, dat is hilarisch. Ik ben er nog niet achter waarom ik niet gewoon boven sloop om te kijken. Van hé, er is niemand beneden. Ik ga even kijken of mama al op bed ligt. Want als ik dus met de honden ga lopen, dan is het sowieso een van de honden weg en ligt een papiertje op tafel. Als ik in de schuur ben, ligt er een papiertje op tafel. Dus ze moet geweten hebben dat ik boven op bed lag. Want er was niemand. En de honden zaten allebei vast. Dus I don't know. Maar het was dus om 11:45, zoals ik zeg, klaar wakker. En toen heb ik nog even met haar moeten knuffelen en praten en doen. En ik ben er niet achter gekomen waarom ze wakker was. En toen werd ik om 4:00 wakker gemaakt door mijn liefstvallige zoon. Die heel erg veel oorpijn had. Dus die heb ik paracetamol gegeven. Ik heb er een poosje naast gezeten. En toen kon ik zelf de slaap niet vatten. Dat heb je dan soms. Tegenwoordig heb ik dat steeds vaker als ik midden in de nacht wakker word. Vroeger kon ik weer gaan liggen en was ik weg. Maar goed. Sindsdien heb ik dus een beetje af en aan. En toen kwam hij weer om 5:30 zeggen dat hij nog steeds niet echt goed kon slapen. Ja, maar ja, ik kan nu niks voor je doen. Dus ze wordt weer gaan liggen. Uiteindelijk weer slaapgevallen. Dus nou ja, het was uiteindelijk 9:30 of zo. Dat ik echt goed wakker was en zelf goed een beetje geslapen had. Lang verhaal kort om te zeggen dat het een best wel hectische nacht was. Maar goed, ik ga net de tafel schoongemaakt van het ontbijt. Ik ga even hier verder opruimen. Want ik heb dus ook al wel wat spullen gehaald voor de barbecue vanavond, omdat het lekker weer is. De vaatwasser even aanzetten. En even hier gewoon eventjes een grand sheepje doen met een sopje en een stofzuigertje en zo. Zodat het beneden allemaal op orde is. En dan gaan we het thuis zetten en alles buiten zetten. Pascal is nu de barbecues aan het zoeken. Die gaat het terras eventjes goed neerzetten. En dan ga ik daar alle meubels op zetten. Zelf als stofzuiger, dat soort dingetjes. Dus ik hoef nog niet helemaal ready te zijn. Maar ik ga je wel weer lekker meenemen. Wat ik allemaal doe op zo'n dag. In een weekend met 4 kinderen en een verjaardagsfeest. Ik moet trouwens ook nog de foto maken van Logan dat hij 9 geworden is. Dat doen we altijd met zo'n ballon. Dus oftewel, ik heb genoeg te doen vandaag. Let's do it. Yeah.
monsters under your bed. Deep in the biting, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can for you. You will grow up in the blink of an eye and move out and be on your own. But no matter what your way, I will stay right here beside you to catch you if you fall. And deep and abiding, liking for you is all I need. Until my heart gives in, I will do everything I can. Wegbrengen en is daarna bij een collega gaan helpen met een haspel. Dus die is er nu niet. Dus ik ga lekker even in mijn eentje opruimen. Dat vind ik ook eigenlijk wel het fijnste. Hoewel met Pascal, weet je, als hij de kussens zou doen en zo. Net als het bestek en alles. Dat vind ik eigenlijk fijn als één iemand dat gewoon even doet. Dus daar ga ik eventjes achteraan. En dan ga ik mijn dingen klaarzetten voor morgen. Want morgen wordt het gigantisch heet. Dus ik heb zo min mogelijk zin om dan heel veel te moeten doen. Om Logos en Kinderfeest nog voor te bereiden.
Dus ja. Ga je nou gewoon niet eten? Nee. Volgens mij zit er nog steeds wat in. Ja, het ligt er gewoon nog helemaal. Wil je brokken hebben? Is dat het? Nou, gaan we dat nog even proberen, want Donna zal zo wel naar je bak toe schieten. Ja, denk ik wel. Goedemorgen, welkom bij deze maandagmorgen. Het is vandaag een schooldag. Die heb ik gisteren gekregen voor mijn verjaardag. Je bent gisteren echt mega verwend, hè? Lijkt al, ik kom naar je huis toe. Nou, dat is gewoon. Het is gewoon weer weird. Ga maar je slippers aan doen. Nee, tas allemaal ingepakt. Ondertussen is het bijna tijd om naar school te gaan. We hebben vandaag, ondanks dat het 32 graden gaat worden of zo. Het is dan een maandag, maar goed. We hebben een hele drukke dag voor de boeg. We hebben logische kinderfeestje namelijk. Dus we gaan logische uitdeelzakjes. Ga ik zo nog even voordat ze naar school zijn. En dan ga ik er was aan zetten, was opruimen. Maar ik ga proberen om nu 10:30 nok te gaan. En dan even te slapen misschien zelfs nog. Want het was vannacht weer kort en de nacht ervoor was het ook kort. En het is warm en ik kan heel zacht tegen warmte. Dus s'avonds krijg ik dan een soort van opleving. Dus dat gaan we dan een beetje proberen. Brooke is er ook helemaal klaar voor. Ja hoor, helemaal klaar ervoor. Helemaal super. Je vergeet je tandenkers, schatje. Neem die wel maar mee. Ze heeft gisteren gezond en zat een beetje uitgeschot op de buik. Dus ja, we gaan jullie vandaag weer meenemen naar een leuke dag als het goed is. We gaan laser gamen met het kinderfeestje. Dus nou, dat klinkt helemaal prima. Hey, heb je zin in? Maar je gaat die toch niet meenemen naar dit kroeghuis? Dan kan ik alleen maar kwijtraken. Nee, laat je hem hier of neem je hem mee naar school? Ik zou hem eigenlijk hier helemaal laten. Oké, nou netjes neerleggen dat Delma Donna er niet bij kan. Hier ligt een nieuwe baby. Ja, dan kan ze er niet bij. Boven de weg, natuurlijk. Oké, nou, let's go. Het lukt allemaal niet zo snel als ik had bedacht. Het is nu namelijk 10:45, bijna 11:00. En ik heb nog lang niet alles gedaan wat ik had bedacht. En wat wel eigenlijk moet gebeuren. Ik ben wel toegekomen aan de uitdeelzakjes. Die heb ik allemaal hierin gezet. Dus nou, ze hebben wat mouwwams, kaartspelletje, kauwgom, blablabla. Er zit zo'n poppet in. Nou, ik heb er 8, we zijn in totaal met 8 kindjes. Dus die staat klaar in deze doos. En ik heb hier zoveel mogelijk al opgeruimd. Hier lagen allemaal nog ballonnen en vlaggetjes en dingetjes. Er was wel eens een ballon gesneuveld natuurlijk. Dus eigenlijk moet ik hier nog even stofzuigen. Maar dat gaan we nu niet doen. Verder heb ik de vaatwassen uitgeruimd, ingeruimd, mijn aardig schoongemaakt. Hier alles opgeruimd, een was in de droger gedaan, een nieuwe was gestart. De was die ophangt, opgevouwen en opgeruimd. Dus nou, ik vind dat ik echt gewoon voor de rest helemaal goed bezig ben. Kijk nou zo netjes. Dus nu heb ik net alle lege dozen die in de gang stonden en die ik overal vandaan getrokken heb, in de auto gegooid. Samen met een vuilniszak van beneden en een vuilniszak die uit Fleur de Fama kwam naar dit weekend. En die ga ik dan met de zak. Die ligt hier. Ik loop hier neer. Dat is niet handig. Ik heb hier nog een tas hangen. Met het gewassen kleed uit het kantoor van de schuur. Met schone mokken en de post. Voor het bedrijf wat ik dan nu even ga verwerken. Ga ik toch maar eventjes nog op kantoor zitten. Ja, ik had een half uurtje erbij. Maar dan neem ik dat gelijk mee. En er staat ook de kliko, dus dan kan ik daar al dat oud papier en een dwelzak weggooien. En dan hoop ik toch echt dat ik dan daarna gewoon even kan chillen billen. Want ik heb hem toch op partij benauwd en warm. En ik vind er helemaal niks aan. Ik vind het helemaal niet leuk. Maar ja, je hebt het weer niet voor het uitkiezen, hè. Dus dat. Ja, helemaal goed. Ik mag heel even creatief zijn. I can do it. Goed, 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 goed. Nou, zie ik er niet uit als een soccerman. Ik neem hem wel mee, want het is er bijna. Nee, niet bijna. Het is een groot gedeelte buiten. In ieder geval het laser gamen. Dus als ze ook buiten een tafel krijgen, dan is het fijn dat mijn hoofd een beetje beschermd is. Dat ik een beetje af kan koelen. Dus voel ik mij helemaal ready to go. Tas is ingepakt. Ik heb zonnebrandcreme mee. Ik heb logische antibiotica mee. Ik heb paracetamol mee. Ik heb de uitzakjes staan daar. Portemonnee mee. Camera mee. Then let's go have a party. Ik heb die net wat gegeten, maar ik weet gewoon echt niet wat. Ik wou nog naar die mond doen, dat was het.
Ja, nou, hij blijft toch wel hangen op mijn heupen, vast en zeker. Het is warm, jongens. Ja. Dus ik ga de camera in de tas doen en dan gaan we een kindje feestje doen. Dat was me een heel avontuur. We hadden niet bedacht dat er ook een water iets zou zijn. Dus geen van die kinderen had een zwembroek of handdoek of iets mee. Of wij. Gelukkig had één kind automatisch al. Die zei, oh, deze broek gebruik ik ook om te zwemmen. Oké. En had mijn ex-man vrienden in de buurt wonen. Op 2 minuten afstand. Die badlaars konden uitleggen. Dus we konden op die manier, weet je, die kinderen die zijn toch binnen no time weer droog. Dat is helemaal prima. Ik ga snel nog even wat koken. Want Pascal heeft nog niet gegeten. Wij hebben daar wel pannenkoekjes en zo op. Maar Pascal is nu bezig met kombijnen. Dus die heeft eigenlijk vrij weinig tijd om zelf te koken. Ik had er oude bami, bami uit de vriezer uitgehaald. En dan kon hij daar van die barbecue kip van gisteren dat we nog over hadden bij opbakken. Maar ja, zij thuis een tijd van even opwarmen, want ja, het is echt mega druk, niet alles komt tegelijkertijd. Dat ga ik even doen. Ik was van plan om, kijk nou, mijn slagroom smelt gewoon knijterhard. Nog even een chocoladetartje eten, als een soort van toetje. Voor ons harde werk. En dan ga ik kijken hoe het op die kinderkamer is, of dat ik erger moet aansluiten en dan ga ik zo bij pakken. Heb je een leuk kinderfeestje gehad, Fent? Ja. Ja, dankjewel. Dan moet je dan. Nou, dat kan het wel zien hoor. Laat je kunstje maar eens zien. Zo, dat is een goed kunstje. Jij doet er nog maar één hoor. Goed zo, good job. Zo, poeh. Nou, mama gaat je airco'tje aanzetten. Hé, Boris? Boris, wil jij ook airco? Je kleur niet mee, jij kind. Ja, je kleur niet mee. Nee. Bless you. Tot zo.